Gaan we wat vertellen? We zijn eindelijk in Disney! Hey, leuk dat je kijkt naar deze vlog. Ik neem jullie eventjes mee in onze zomervakantie, want wij zijn in Disney samen met de moeder en haar vriend. En we hebben gisteren een nachtje geslapen in Eeklo. Dat is een hotel in de buurt van Disney. Zodat we vanochtend om 8:30 in het park konden zijn. Want dan heb je dus extra magic time. We hebben vanochtend dus een uur lang het park gehad voordat het open was voor de mensen die gewoon een entreekaartje kopen. En daardoor hebben we super veel attracties al gedaan. We gingen eigenlijk meteen naar Peter Pan, maar die was dicht vanwege een storing. Maar we hebben Dumbo gedaan, we hebben twee keer Buzz Lightyear gedaan. Wat hebben we nog meer gedaan? It's a Small World hebben we gedaan. Nou, uiteindelijk ook Pirates of the Caribbean. En toen was Peter Pan open, daar zijn we ook in geweest. En toen gingen we even koffie drinken en toen kwamen mijn moeder en Lex, die kwamen toen. Die waren vandaag pas vertrokken vanuit Nederland. Kijk, en we staan bij de lievelingsattractie van ons allemaal, Big Thunder Mountain. Daar zijn we nog niet in geweest, daar gaan we morgen dan in, als we met z'n allen zijn. En de wachtrij dus maar 5 minuutjes is. Dit is super leuk. Ja, volgens mij mag zij er net in. Zij mag erin. Wow. We zijn ook wel eens in Joris en de Draak geweest. En die was zo leuk! Oh, vond je die toch wel zo leuk? Oh nee, dat mag niet ook. Ja. We gaan dus morgen in Big Thunder Mountain met Jade. Alleen Fanta mag dus niet, dus moet even kijken. Ik heb gelezen dat er iets is wat Rider Switch heet. En dat je dan via de uitgang naar binnen kan. En dat je dan wel allebei erin kan. En dat de een bij het kindje blijft continu. Nou ja, goed. Dat gaan we kijken of dat kan. En vandaag gaan we gewoon lekker een beetje genieten. Jana mag zo meteen een mooie Disney prinsessenjurk uitkiezen. Dat is wel echt heel leuk. En ik heb mijn oren op. Deze komen nog uit Disneyland Hongkong. Maar misschien dat ik wel nieuwe oren wil voor dit weekend. En deze gaan dan gewoon weer de verkleedkist in als we thuis zijn. Maar het is wel leuk voor de ervaring ook. Heerlijk dit. En we hebben lekker weer vandaag en morgen. En zondag helaas niet, maar misschien verandert het nog wel. Kijk maar in de spiegel. Is die mooi? Super. Dit is wel echt een hele Disney experience natuurlijk. Zullen we die doen dan? Ik word lekker kort op. Ze hebben kinder-wc'tjes, maar wat ze ook hebben op alle wc's, super handig, zijn van die papieren brillen die je erop kan leggen. Dus die had ik eigenlijk meegenomen, maar die hebben ze hier al. Handig, hè? Ze hebben vlakbij die autootjes verneveling, dus dan kan je lekker afkoelen. Maar ja, dan vindt het vooral leuk om te spelen. We zijn in onze kamers en we zijn ons klaar aan het maken om uit eten te gaan. En we hebben dus tussendeuren. Dus zo kunnen we makkelijk op bezoek. En ja, dat ziet er al prachtig uit. Wat een mooie jurk. We zijn even wat drankjes aan het koelen, want we hebben geen koelkastje hier. Ja, zodat we eventjes wat kunnen drinken voordat we naar het restaurant gaan. En ik heb iets anders aan doen, want ik heb dus mijn Disney shirt en een korte broek aan. En ik ben helemaal klaar met die schoenen ook. Dus eventjes langere kleding ga ik aan doen, denk ik. Onze tweede dag in Disney en we doen even een koffiestop. En ik heb toch iets lekkers. Het is een 30-year anniversary cheesecake pop op een stokje. Het is echt lekker. Sander had net een hapje geproefd en is er nu ook eentje halen. Je vond het ook lekker, hè? Ja, heerlijk. Ja. Nou, Jade heeft ook een mooie keycord.
zien. Ja, kijk, top. Met je pasje erin. Voor mezelf heb ik ook een keycord. Leuk als herinnering voor later. En vanochtend begonnen we onze extra magic time met de Big Thunder Mountain. Dat is onze favoriet en van mijn moeder. En die had... Oh, nu ook die van Jade. We zijn er twee keer in geweest. En we zaten twee keer gewoon vooraan. Dus dat was wel echt leuk. Gaat het goed, Valentijn? Ja, twee keer dus voor... Twee keer vooraan. Ja, dus dat was echt, echt super leuk. En we stonden in de rij bij de Pirates en toen ging die stuk. Dus toen moesten we weer helemaal eruit. En dat was jammer, maar goed, we stonden ook gelukkig niet zo lang. Hè? Dat is net weer... Gaat goed, Valentijn? Ja. Met zo'n rietje. Ja. Ja. In de auto met Valentijn. Dus het is heel grappig als ik nu een beetje ga helpen. Je moet een klein beetje zo doen, Valentijn. Mag ik niet helpen? Sturen? Sturen? Pas op! Sturen! Ik mocht me aan het einde dus niet helpen, maar... Liever, het is nodig dat mama even helpt, hè, liepie? Mijn moeder is dus terug naar het hotel. We zijn in allemaal attracties geweest. Sander en ik samen in Ratatouille. Alleen in Indiana Jones en met z'n allen in Ratatouille. Dat was ook heel erg leuk. En nu doen we dus nog eventjes die autootjes voor de laatste keer. En dan gaan we ook naar het hotel. Het is kwart voor vier, maar ik ben gewoon helemaal af. Ik heb overal spierpijn. Goedemorgen, het is dag 3 in Disney. En we hebben het weer voor elkaar om op tijd te zijn. Zodat we gebruik kunnen maken van onze extra magic time. Mijn moeder en haar vriend die zijn in het hotel, die gaan niet meer het park in. Maar wij gaan nog wel eventjes tot 10:30. Want we moeten om 11:00 uitchecken. Dus we dachten, nou, kunnen we toch nog mooi even gebruik maken van deze tijd in de ochtend. Het is dus best wel slecht weer. Gelukkig is het nog droog. Maar het schijnt wel de hele dag gaan regenen vandaag. Dus we hebben ook gewoon lange broek en een trui aan. Ja, het is wat het is. We gaan nu een attractie in waar we nog niet in geweest zijn. En waar elke keer een hele lange wachtrij staat. Dat is namelijk, ja, ik weet niet hoe het heet, iets met een schildpad. In de Disney Studios, dus zelfs niet in het Disney Park zelf. Maar het zag er wel heel leuk uit, dus daar gaan we nu als eerste naartoe. Gisteren hebben we echt een super leuke dag gehad. We zijn echt een paar keer in Big Thunder Mountain geweest, dat was echt heel leuk. En dat is nu ook Jade haar lievelings. En ja, verder hebben we gewoon allemaal dingen gedaan. Valentijn heeft mooie knuffel en autootjes uitgekozen, want ja, die kreeg natuurlijk geen jurk, maar wel iets anders. Dus we zijn allemaal heel erg verwend. Het is echt zo leuk geweest. En misschien valt het je op dat ik andere oren heb. Want mijn oren van Hongkong, die zijn gisteren gebroken. Doe het even af. Nog een monster. Wow, die wind. Nou goed, mijn Hongkong oren zijn gisteren gebroken. Dus toen heb ik toch nog nieuwe oren gekregen van mijn moeder. Super lief. Dus nou, we zijn echt enorm verwend en we gaan straks nog even met z'n lunchen. En dan ja, kijken we wel wat we gaan doen. Wow, je bent een vlogmonster. Hey, ik ben een vlogmonster. Nou. Ik heb anders jullie rijden daar. Oh, fuck, rij. Ja. Furry. Ja, oké, okay, daar is de ingang, zegt die mevrouw. Nou, we gaan naar binnen. Oh, we hebben een probleem. Door de poortjes, maar Sander heeft zijn pas niet mee. Echt, hoe dom. Wat onhandig. Dus we kunnen nu niet. Hey, kijk eens. Welk is dit liedje? Het is Frozen, hè? Hoor je het? Oké, nou Jade en ik staan in de rij bij die met de schildpad. Geen idee nog steeds hoe die heet. Maar het mooie is, we kunnen dus een rider switch doen. Dat had ik gelezen op internet. Dat is dus als je met een baby bent die er dus niet in mag. Dan moet je je dus melden bij een medewerker. En dan gaan wij staan dus in de rij nu. 25 minuten is het dus al in de extra magic time. Kom Jade. Maar normaal gesproken is deze dus echt wel een uur of 80 minuten. En als ik er dus zo uitkom met Jade, doen we rider switch. En dan mag Sander dus met Jade. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dat hij dan ook kan en met Jade. Dus dat ze niet opnieuw die 25 minuten in de rij hoeven. Dus ja, dat is mooi. Ik zit nu met Valentijn in een of ander autootje bij Cars. En we waren dus net in die... Oh, nu ben ik weer die naam vergeten. Kijk, was dus net met Jade in die Crush Coaster. Ik weet nu eindelijk hoe die heet. Was echt mega leuk. Dus was het wachten echt waar. En nu zit ik met Valentijn in een of ander treintje. Prima, we gaan het zien. Hoe is Ramirez? Thanks, Sally. I'm so excited.
excited to check out Route 66 with you. Vind je het leuk? Valentijn is ondertussen met Sander iets van 5 keer in het vliegtuig tapijt geweest. En dat vond hij zo leuk dat hij nu helemaal over de zaak is. Dat hij er niet meer in mag. Ja, dat is misschien ook een goed idee. Je hebt appelsmaak? We zitten in de auto. Het laatste stuk naar onze camping waar we naartoe gaan. We rijden naar het plaatsje Arcachon en daar zitten we dus in Hutopia in een safari tent. We zijn heel benieuwd. We hebben geen idee hoe de camping er echt uitziet. Hoe de tent. We hebben natuurlijk wel foto's gezien, maar nog allemaal niet in het echt. Dus we gaan het zo meteen zien en ik laat het jullie natuurlijk ook zien. Het leuke is, we hebben de kindjes een klein cadeautje gegeven voor in de auto. En ze hebben gewoon gehuild inmiddels. En ik heb Valentijn zijn ding. Ja, heel grappig. Ik had voor Valentijn dus zo'n tekenbord gekocht. Ik tekenen. Ja, en voor Jade het Gabby's poppenhuis met poppetjes erbij. En daar hebben ze eigenlijk allebei ook al mee gespeeld. Maar nu hebben ze even geruild. Dus dat is alleen maar mooi. Want dan is er dubbel plezier van het speelgoed. Ik heb vanochtend gereden. En we hebben dus eigenlijk net gewisseld. En nu rijdt Sander. En die rijdt naar de camping toe. Nog 3 uur. Ja, nog 3 uur rijden. Ik ga, als het lukt, eventjes een boek lezen. We hebben vlak voor de vakantie een Kobo gekocht. Zo'n e-reader. En dan hebben we een koppeling met Bob.com. Dat we eigenlijk heel veel boeken kunnen dus downloaden en lezen. Ik ben inmiddels 26% op het boek Het Overgave Experiment. Die had ik al op mijn wishlist staan om te kopen. Ik maak vaak, als ik boeken tegenkom die ik interessant vind, maak ik printscreens. En nu kon ik al die printscreens verzamelen en ze allemaal dus downloaden op de Kobo. Nou ja, goed, we zijn op vakantie met kinderen, dus het is maar de vraag hoeveel we echt kunnen lezen. Maar tot nu toe, ja, hoeveel ik kan lezen. En tot nu toe heb ik al best toch wel een aantal bladzijden per dag kunnen lezen. Dus dat vind ik al heel erg fijn. En we hebben echt minder boeken hoeven mee te nemen. Want ik had een aantal boeken ingepakt die ik uiteindelijk ook dus via die Kobo app kon downloaden. Dus dat scheelt toch weer. En ik ben Jade een boek aan het voorlezen van Superjuffie. En die hebben we ook hier op staan. Dat was super handig met Disney dat we ook gewoon daar konden voorlezen. Zonder dat we dus allemaal boeken in onze handbagage moesten hebben. Ja, dus ik ga eventjes een boek lezen. Goedemorgen vanaf onze safari tent. Echt superleuk. We zijn hier gisteren aangekomen. Toen hebben we eventjes de auto leeggehaald. Even gekeken. En toen dachten we, oh ja, moet ik even boodschappen doen. Nou ja, toen werd het dus al heel laat. Want dan ben je aan het eten met de kindjes. Naar bed brengen. Wat natuurlijk ook al veel later was dan normaal. Dus ik wilde jullie eigenlijk gisteren alles al laten zien. Maar het kwam er echt niet van. Dus nu de tour over onze safari tent. Ten eerste, de camping ziet er echt heel mooi uit. Heel verzorgd. We zitten dus midden. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar echt midden in de bossen. En ook niet super ver van zee af. Dus we kunnen ook gewoon naar de boulevard en zo. Kijk, we hebben nog wel allemaal een beetje trui en lange broek aan. Want toen we vanochtend wakker werden, ja, was het nog wel fris. Dus het koelt 's avonds wel lekker af. Maar deze dagen zijn nog niet echt de warmste dagen. Dat komt later in onze vakantie. We zijn 11 dagen of 11 nachtjes in deze tent. Ik ga het even laten zien. Het is overal chaos, want we zijn nog de spullen een plekje aan het geven. Het halve ontbijt staat nog op tafel. Maar okay. Ten eerste hebben we dus een plek met de auto bij onze tent. We hebben nummertje 35 voor mocht je ooit interesse hebben. Dan hebben we hiervoor, daar is de grote, nou ja, daar is de grote soort van doorgaande weg. Kijk, daarachter zie je misschien een huisje. Hier is ook iets van een huisje, dus dat zijn ook weer andersoortige dingen. We hebben hier een plekje waar we speelkleed kan. Gaat het goed, Valentijn? Jij mag even je spelen. We hebben hier een gastelletje, een buitenkeukentje met 2 pitjes. En we hebben zelf een klein gastelletje mee met 1 pitje. Dus we hebben 3 pitten om op te koken, dus dat is heel fijn. Nou, deze tafel stond binnen, we lekker buiten neergezet. En het leuke is, de stoeltjes die hier zijn, zijn ook van die La Fima stoeltjes. Hetzelfde als mijn stoel die ik natuurlijk mee heb genomen. Er zitten ook 2 van dit soort chill stoelen bij, ook van La Fima toevallig. Dus er zaten 2 stoelen bij en ik heb mijn eigen stoel mee. Dus we hebben ook nog een klein extra klapstoeltje voor buiten meegenomen.
Ja, zodat we allemaal lekker een chill plekje hebben. Zo ziet de tent er van een afstandje uit. Ze hebben echt zo'n veranda. Ja, lieverd. Kom maar, ga mee. Nou, dan heb je dus hier van dat hoorgaas als je naar binnen gaat, wat echt heel fijn is. Nou, en dit is dus onze tent. We hebben hier een keuken. Hier allemaal troep dat we nog moeten opruimen. Nou, dit is het bed van Sander en van mij. En dan heb je dus hier allemaal vakjes om dingen in te doen. Want het enige is dus, er is geen kledingkast. En daar heb je een soort raam wat je dan lekker kan laten doortochten. We hebben dus nu, ja, met kratjes doen we dan gewoon onder het bed met de kleding. Hier is ons sanitair. En dat ziet er ook echt zo dik prima uit. Douche, wc, wastafel, opbergruimte voor de toilettassen en zo. Echt ideaal. En we hebben daar nu een wastas liggen. Want ja, je moet ook een plekje hebben voor de vieze was natuurlijk. Dan is dit de kamer van de kindjes. Daaronder is een tweepersoonsbed en bovenop een eenpersoonsbed. Nou ja, Jade slaapt bovenop. En we hadden dus geen ruimte meer om Valentijns bedje naast het bed neer te zetten. Dus die zit erop. Dus die slaapt daar. Het is een beetje lastig met erin en eruit, maar het kan echt net. Ik had dus nog een oud verschoonkussen meegenomen die we overal en die weg kan. Ja, en hier weer dan maar de kleding en de luiers en alles voor Valentijn. Nou, we hebben echt dik genoeg mee. Jade die ligt eventjes op bed een filmpje te kijken, want die heeft vanochtend gespuugd. Dus die is niet helemaal fit. Lekker warme trui aan en hierboven is het ook wel echt heel leuk. Zij heeft echt een soort van hut hier. Dus ja, helemaal leuk. En ook allemaal van die vakjes waar je dingen in kan doen. Dus wellicht gaan we dat nog even nuttig gebruiken. Hey. Valentijn heeft in Disney deze 6 autootjes gekregen van Cars. En hij is er zo zoet mee de hele dag. Speelt er heel veel mee. Dus dat is echt een mooi cadeau, hè, Valentijn. En wie heb je daar? Deze heb je ook gekregen, hè? Wie is dit? Vertel eens. Heel grappig. Het woord bus, wat hij heel interessant vindt, kan hij nog niet zeggen. Maar het woord Mickey Mouse dus wel. Het is echt... maar hij wil het nu even niet laten zien. Of laten horen. Ik ga jullie nu nog eventjes wat beelden laten zien van de rest van de camping en hoe het zwembad eruit ziet. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I do anything. Het bed was trouwens best wel hard vannacht, dus ik heb als zijslaper echt niet goed geslapen. Maar er zijn allemaal van die wollen dekens, dus ik heb gewoon 2 van die dekens erop gedaan en dan de onderhoes eroverheen. Dus ik hoop dat ik vannacht beter slaap. Ja, het zal vast wel. Altijd de eerste nacht ergens is wat minder. Disney heb ik trouwens heerlijk geslapen. Waren echt goede bedden. Heb je nou mijn zonnebril opgedaan? Kijk eens. Hij zit verkeerd om. Oh ja, dit had ik ook een keer ergens gehoord. Om zo'n bak mee te nemen waar je dan alle schoenen in kan doen. Want ja, iedereen heeft toch wel 3 paar, hè? Sandalen, gimpen, slippers. Dus dit wel echt handig. Dit bevalt nu al goed. Sander die is even een pizzaatje halen. Valentijn heeft net gegeten. En dit is nog wel een tip. Wij hebben zo'n handig stoeltje. Hoe heet dat ding nou? De handy zit. En die kan je dus op elke stoel doen. Dus het is een kinderstoel die heel weinig ruimte in beslag neemt. Dus die hebben wij meegenomen. Heel handig. Jade ligt weer of nog steeds op bed. Het gaat niet zo goed. Ja, het is echt heel vervelend. Want die heeft dus een aantal keer gespuugd. En ja, heb je dan weer net op vakantie? Ik moest er nog aan denken toen wij in de rij stonden bij Disney. Van, oh ja, het is natuurlijk super makkelijk om hier een virusje van iemand op te pakken die ook in de rij staat. En toen dacht ik nog, oh, gelukkig hebben wij al dat overgeefvirus gehad. Maar ja, dat heeft hem helaas nog een keer. En mogelijk iemand in deze familie straks ook nog. Ik wil nog eventjes iets laten zien. We hebben iets, nou, bijna gênants gekocht. Maar ik vind het eigenlijk zo leuk. Dat ik het toch even ga laten zien. Wij waren namelijk in de supermarkt. En daar zag ik
hele leuke streepjes truien. En die hadden ze dus voor de kindjes. Deze staat op Mon Bateau voor Jade. Toen zagen we hem dus ook voor Valentijn. En toen dachten wij ook van, ja, eigenlijk is het ook wel leuk als wij er ook in hebben. En het is niet de bedoeling om met het hele gezin in dezelfde trui te lopen. Maar het is natuurlijk wel leuk dat je altijd wel met één kind kan twinnen. Dus we hebben dezelfde trui gekocht. We vonden hem trouwens gewoon echt allebei heel erg leuk. Bij ons staat er trouwens Vacances sur le Bassin op. We vonden het gewoon eigenlijk allemaal afzonderlijk van een leuke trui. Dus we dachten, nou, we doen het gewoon. En ze waren trouwens ook niet heel duur. Want voor volwassenen 19 en voor kinderen volgens mij 15. Ja, nou. Dus we hebben een souvenir alvast gekocht hier. Dus wie weet zie je die binnenkort nog wel voorbij komen in mijn vlog. En we hebben Valentijn zijn step gegeven. Oh, dit is zijn verjaardagscadeau voor zijn tweede verjaardag. Hij wordt pas over 2 maanden, of iets minder dan 2 maanden, wordt hij 2. Maar we dachten, ja, daar heeft hij natuurlijk nu al veel aan dat we die op vakantie ook al hebben. Nu is het dus een soort van zitje met een stok eraan dat je kan duwen. Maar je kan ook nog... nu is het een soort van loopfietsje. En we hebben die stok eraan dat je hem dus kan duwen. Maar je kan hier dus ook gewoon een step van maken waar hij echt tot met 5 of 6, weet ik het, mee kan doen. Dus we dachten, nou... Leuk cadeau. En hij vindt het echt heel erg leuk al. Dus dat scheelt. Nou, omdat Valentijn nog steeds een beetje een lastige eter is. En natuurlijk afgelopen dagen totaal geen groentes heeft gegeten. Want hij houdt dus niet zo van rauwkost. Hebben we iets gekocht dat wij een paar maanden geleden in Frankrijk ook gekocht hadden. Dat zit dus in de vriezer. En dat is echt heel handig. Dat zijn deelblokjes. Dit is courgette met aardappel en een soort van sausje. En hij vindt het echt super lekker. Dus hij heeft dat gegeten. En omdat Jade dus niet eet, hadden we ook besloten om maar niet te koken. Dus we zijn gewoon lekker een beetje aan het borrelen. En Sander is even een pizza aan het halen, dus die gaan we dan even delen samen. En ja, dat is ons avondeten. Jade ligt dus al op bed, die ga ik zo een verhaaltje voorlezen. En Fanta gaat vandaag ook vroeg naar bed. Ook ga ik deze vlog afsluiten. Ik weet echt totaal niet hoe lang of hoe kort die is geworden. Ik wilde jullie gewoon iets, een klein fragmentje van de vakantie laten zien. Maar nu ga ik lekker genieten met mijn gezin. Nog eventjes 10 dagen, misschien is het nog minder. 9 dagen offline met mijn gezin. Even niet op Instagram. Daar waar ik eigenlijk trouwens al dagen niet vinden. Niet vloggen, gewoon even niks. Lekker heerlijk niksen, vervelen, boeken lezen, genieten, spelen. Nou, zwemmen, ja, genoeg te doen. Dus ik zie je volgende week weer in een nieuwe vlog. Doei! Yes.